50 jaar machinefabriek GSM. Wat maken jullie? Wij maken 5 mechanische onderdelen, stempels en matrijzen. Ja, dat zijn hele hoogwaardige, nauwkeurige onderdelen. Matrijzen zijn onderdelen waarmee je kunststof producten kunt spuitgieten. Nou, stempels die maken wij voor de buigindustrie. En fijnmechanische onderdelen ja, voor algemene machinebouw en hoogwaardige machines. Het is geen massaproductie wat jullie doen, of niet? Nee, het is allemaal enkelstuksproductie, veel speciaalwerk en hoog nauwkeurig. We praten soms in toleranties van plus min 2000ste millimeter. 50 jaar wordt er met een feestje gevierd. Hoe is de publieke belangstelling? Ja, het is heel druk. Gisteren hebben we een open huis gehad voor de relaties, dus voor de klanten, leveranciers en oud-medewerkers, medewerkers, iedereen was daarbij. Nou, vandaag hebben we een algemene open huis voor iedereen die belangstelling heeft. En vanavond houden we een groot feest voor genodigden, ook medewerkers, oud-medewerkers en vrienden, familie en bekenden. GSM, is dat een familiebedrijf? GSM is een familiebedrijf. Mijn vader heeft het 50 jaar geleden opgestart, samen met een compagnon. Helaas is die begin jaren 80 gekomen te overlijden. Toen is mijn vader zelf alleen doorgegaan en ik ben zelf in 2001 heb ik het weer van mijn vader overgenomen. Ja, wat heb je met metaal? Ik ben eigenlijk een beetje ingegroeid van jongs af aan. Ik was 15 jaar, liep ik hier rond, schoonmaken, opruimen en van lief en leer. Ga je interesseren voor het vak, ga je opleiding volgen. In mijn geval heb ik werktuigbouwkunde gestudeerd. En heb daarna nog eerst bij de machinefabriek van Holland Signaal gewerkt. En op een gegeven moment ben ik hier aan de slag gegaan. Daar heb je het vak geleerd en toen van je vader overgenomen? Nou, ik heb dus hier het vak, zeg maar de inhoudelijke kant, vak inhoudelijk van de jongens hier op de vloer geleerd. En de theorie uiteraard tijdens mijn opleiding. Hoe ziet GSM de toekomst? Ja, hoe zien wij de toekomst? Dat is lastig te bekijken. We hebben vaak een vrij korte horizon, dus we kunnen vaak maar een week of 3-4 vooruit kijken. Soms wat langer. En dus heel ver in de toekomst kijken kunnen wij niet, maar het is al die jaren is het altijd doorgegaan. Dus dat verwachten we nu eigenlijk ook. Hoopt u nog 15 jaar bij aan te plakken? Ja, dat hopen we zeker. Dus we zullen zien.